Op woensdag 14 december vond er een bijeenkomst over de herinrichting van de markt en omgeving plaats in zaal van Hoek op de Markt in Asten. Wethouder Theo Martens vertelt wat voor bijeenkomst dit is. Ja, wethouder Theo Martens, we zijn in Van Hoek hier in Asten, want daar is vandaag een informatiebijeenkomst. Waarom wordt die hier georganiseerd? Nou, het is een inloopmiddagavond, hebben wij het genoemd. Het wordt georganiseerd om iedereen de kans te geven om in ieder geval te komen kijken wat wij allemaal gedaan hebben voor inrichting openbaar gebied voor het centrum. En mensen kunnen hun mening geven, die kunnen aan ons laten weten wat zij ervan vinden, wat ze willen, wat ze vooral niet willen. En iedereen die hier komt, die mag zijn mening geven. Daar gaan wij beslist iets mee doen. Ja, want als ik zo achter u kijk, zijn er allemaal verschillende plattegronden. Het lijkt eigenlijk of het al redelijk definitief vast is, staat. Nou, die plattegrond, als je goed kijkt, dan staan er alleen maar dingen op die er nu al zijn. En er staan dan wel op hoeveel auto's er op sommige plekken geparkeerd worden op bepaalde dagen, hoe de verkeersstructuren zijn. Maar er is nog geen ontwerp van hoe het gaat worden. Want dat gaan we pas doen op het moment dat we weten wat de mensen willen. Verwacht u dat veel mensen hier uit de omgeving dan komen om te vertellen wat zij zien in dit gedeelte? Ja goed, dat is voor ons ook even afwachten. We hebben natuurlijk al een aantal middagen en avonden gehad om de verschillende groepen te ontvangen. Onder andere de horeca, de detailhandel, allerlei belangengroeperingen. Dus die mensen die hebben ze zeg al gezegd. Ja, of er nog heel veel mensen zijn in Asten die niet direct betrokken zijn met het centrum, maar wel een mening hebben of die hier komen, dan moeten we even afwachten. Maar ik verwacht toch dat we wel wat mensen hier treffen, omdat er nogal wat media-aandacht is geweest. Ook vanuit Wijkraad Zuid bijvoorbeeld, die nogal gereageerd heeft. Vanuit de politiek zijn er nogal wat dingen gezegd. Dus ik verwacht toch dat er nogal wat mensen komen die hier in ieder geval komen kijken en hopelijk hun mening geven. Ja, u zegt zelf al, we hebben met verschillende verenigingen en instellingen gesproken. Zijn er dan al bepaalde punten waarvan je kan zeggen, nou, die horen we vaker terugkomen? Nou, wat we ontzettend vaak terug horen komen is de discussie tussen autovrij, autoluw, ja, of gewoon auto's, om het zo maar te zeggen. Nou, de laatste, daar hebben ze nog niet zoveel voor gekomen. Maar vooral het autoverkeer is heel erg van belang. En daarnaast natuurlijk een veilig centrum, een centrum wat goed bereikbaar is. Een centrum waar fietsers en ook voetgangers, gehandicapten, heel makkelijk hun weg kunnen vinden. Ja goed, parkeren, daar is ook discussie over, wel geen parkeren, weinig parkeren, hetzelfde parkeren. Dus dat zijn eigenlijk toch wel de hoofdpunten waar de discussies tegen op toestel spitsen, denk ik. Ja, we hebben natuurlijk een centralisatie van de winkels, bijvoorbeeld bij de Kompas en hier in de Midas ook. Om welk gebied gaat het nu precies? Nou, het gaat nu om het gebied waar omsloten wordt door eigenlijk een stuk van de binnenring, of het grootste deel van de binnenring, waar onder andere de markt in ligt. En met name die markt, die is natuurlijk heel erg belangrijk, want dat is een grote plek waar van allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden, waar het nu ook veel parkeren is, waar autorijstroken zijn, waar terrassen zijn. Dus de markt zelf is belangrijk. De Prins Bernhardstraat is natuurlijk ook belangrijk, omdat daar ook een aantal winkels aan liggen. De aansluiting met de Burgemeester Wijnenstraat, die hoekje waar het nieuwe plan van De Wit komt, en om het hoekje de winkel van Thijssen. Ja, daar gaat het meeste gebeuren. En een stukje Emmastraat tot aan de Rabobank, waar ook natuurlijk een aantal winkels gevestigd zijn. Dus eigenlijk het gebied waar we nu gaan herinrichten. Is zo'n informatiebijeenkomst eigenlijk wel nodig als u nou zegt van, u zegt altijd, de gemeenteraad beslist uiteindelijk toch. Zij zijn toch een soort van vertegenwoordiging van de samenleving? Precies. Maar wij moeten ervoor zorgen dat die mening van die samenleving natuurlijk wel bekend is, ook bij de gemeenteraad. Want op het moment dat er nooit geen gelegenheid is voor mensen om hun zegje te doen, alleen maar bijvoorbeeld in de gemeenteraadsvergadering, dan missen wij toch heel veel meningen van mensen, denk ik. Dus ik denk dat de gemeenteraad er ook bij gebaat is dat dit soort middagen en avonden georganiseerd worden, waardoor zij ook zelf mee kunnen maken en eventueel kunnen horen van wat de mensen vinden. En dan kunnen zij daar een afgewogen mening over hebben en uiteindelijk een besluit nemen.